In deze video gaan we een Google Takeout maken en dat doen we door naar takeout.google.com te gaan. Het is belangrijk dat je met het juiste account bent ingelogd. Hier aan de rechterzijde zie je met welk account je bent ingelogd. In mijn geval is dat a@reseller.pepix.nl. Dat is ook precies de bedoeling voor deze video. En zodra ik een export wil maken, dan kom ik dus op deze pagina uit. Dan vink ik alles aan wat hier staat. Standaard is dat al aangevinkt, dus dat is goed. Je scrolt helemaal naar beneden, klikt op volgende stap en die zegt dan van nou, ik wil het één keer exporteren in een zipbestand. Dat is al standaard ingeschakeld voor ons en dat alle exports die groter zijn dan 2 gigabyte worden gedeeld in meerdere bestanden. En dat was het eigenlijk. Je klikt nu op export maken. En wat je zal zien is dat je een mail krijgt in je postvak in, waarin staat dat de backup is aangevraagd. Dus dat zien we nu hier. En zodra de backup is voltooid, krijg je een nieuwe mail. Dat is deze mail. En dan staat er dat de download klaar is om te worden opgehaald. En dan kun je hier op de blauwe knop klikken. En dan kun je dus ook je bestanden downloaden. Dus dat doe ik even. Je ziet hier dus de backup van vandaag, 30 augustus. Ik klik op downloaden. En vervolgens zien we dus dat een export wordt gedownload naar mijn computer. Nou, en de inhoud van zo'n takeout. Zoals je al ziet, je agenda, je contacten, drivebestanden, alles staat erin. Als ik bijvoorbeeld op e-mail klik, dan zie ik hier alle e-mails uit mijn postvak in. Hoe groter je account, hoe meer e-mails en hoe meer bestanden hierin staan. Mijn drivebestanden. Ik zie hier dus een foto, die had ik op mijn drive staan. 2 documenten en een factuur. Adresboek. Nou, dat staat hierin. Dus dan heb je zo'n VCF-bestand waarin alle adresgegevens in staan van mijn contactpersonen. Mijn agenda, die vind ik hier in een ICS-bestand. En op deze manier heb je dus eigenlijk al je data in een backup. Die je eventueel altijd nog handmatig weer kan terugzetten. Nou, waar is het handig voor? Zodra je bijvoorbeeld een oud medewerker archiveert, dus dat die uit dienst gaat. Je hebt natuurlijk een account van hem met e-mails, met agenda-items, met contactpersonen. Die wil je vanzelfsprekend bewaren. Nou, dan is het handig om je oud medewerker of zelf in te loggen met zijn account naar takeout.google.com te gaan, zo'n export aan te vragen. Dat vervolgens te downloaden via de link in de mail. En die backup ergens op te slaan, zoals op je Google Drive, je NAS of je bijvoorbeeld je S3 omgeving. Nou, en op die manier kun je dus heel eenvoudig je backup, je oud-medewerkers backuppen en daarmee archiveren. Nou, mocht je op zoek zijn naar een professionelere methode dat automatisch werkt, dat ieder uur zelf de data bewaart en het 7 jaar lang voor je opslaat, dan hebben we daar ook mogelijkheden voor. Dat is niet gratis. Google Takeout is gratis. Maar stel je hebt een organisatie waarvan je graag wil dat dat soort dingen uitbesteed worden. Neem dan vooral even contact op met de gegevens hieronder. Je ziet hier het telefoonnummer van onze WhatsApp-lijn. En dan kun je even overleggen van nou, wat zijn onze wensen precies. Wat kan Pepix voor jou betekenen? En op welke manier kunnen wij voldoen aan jouw wensen, zodat het allemaal automatisch werkt. Nou, we hebben dus gezien in deze video hoe je via Takeout een backup kan maken. En nu is het aan jou om zelf een backup te maken of te kijken naar alternatieven dat automatisch werken. Succes!